In de hal van het Jeroen Bos ziekenhuis staat sinds maandag een interactieve tentoonstelling over medicijnresten in ons water. De campagne draait om de reis die deze pil, genaamd Rick, aflegt nadat iemand hem heeft ingeslikt. Een hele hoop medicijnresten die mensen gebruiken, die plassen ze uit, die komen in het riool, die komen bij de rioolwaterzuivering. Alleen eigenlijk zijn die rioolwaterzuiveringen helemaal niet gebouwd om die medicijnresten eruit te halen. En dat betekent dat er steeds meer medicijnresten in het drinkwater overblijven. En dat willen we eigenlijk voorkomen. En dat is dus eigenlijk wat er niet in gaat, hoeft er ook niet uit. Dus die bewustwording willen we gaan maken. Vooral als de ecologen van het waterschap zien dat de vissen die erg veel blootgesteld worden aan medicijnresten, die gaan eigenlijk onnatuurlijk gedrag vertonen. En daardoor hebben ze ook weer veel meer moeite met allerlei andere basisdingen die een vis zou moeten doen. En dus zouden we volgens de initiatiefnemers beter moeten nadenken of het wel nodig is om bepaalde medicijnen te gebruiken. Als het op doktersrecept is, dan is het zeker van belang dat je wel gewoon doorgaat. Dus daar zeker niet mee stoppen. Maar af en toe bij een klein kwaaltje misschien iets minder snel een paracetamol pakken en even wat meer rust pakken of een extra glaasje water drinken. Rick heeft dat vooral het verhaal van de medicijnen die vrij verkrijgbaar zijn in de apotheek. En die medicijnen die vrij verkrijgbaar zijn, die hebben eigenlijk een hele grote impact op ons water. En daar vraagt Rick aandacht voor, van zijn die medicijnen wel nodig? En misschien als je ze niet meer nodig hebt, hè, breng ze dan vooral terug en spoel ze vooral niet door het toilet. We worden als apotheek dagelijks geconfronteerd met grote hoeveelheden aan medicatie die niet meer gebruikt kan worden. Ook bij de patiënten thuis. En hier in het Jeroen Bos ziekenhuis proberen we zoveel mogelijk die medicatie van patiënten thuis ook ervoor te zorgen dat hij weer terugkomt naar de apotheek. Zodat hij op de juiste manier verwerkt kan worden en dus niet in het drinkwater terecht uiteindelijk komt. De tentoonstelling in de hal van het ziekenhuis moet helpen bij het creëren van bewustzijn. Door verschillende interactieve elementen kunnen bezoekers meer leren over het onderwerp. Ja, we hebben allerlei vormen bedacht om die bewustwording te vergroten. We hebben een spel gemaakt waarbij je de capsules moet rijden in een wc-pot. Daar kun je een unieke rondleiding op een waterzuivering winnen. We hebben een gatenspel, er komt een quiz. Er is een bibberspel, er is een interactief spel met een videoscherm. En daarnaast hebben we allerlei borden waar nog extra informatie achter staat. Medicijnen in het algemeen hebben een hele grote impact op het milieu. Een klein stukje daarvan zijn inderdaad de medicijnresten in het afvalwater. En ik denk dat dit een heel complex iets is wat we niet alleen als ziekenhuis kunnen of als individuele zorgverlener, maar dat we daar echt elkaar voor nodig hebben. En daarom vind ik het heel mooi dat we als lokale samenwerking hier met de Brabantse ziekenhuizen en het kernteam medicijnresten uit water, dat we dit gezamenlijk hebben kunnen oppakken.